Ja, Rick Meulenbroeks, samen met mijn ouders hier een melkveebedrijf in Lage Mierde. We melken 240 koeien, we hebben 45 hectare grond. Door de jaren heen het melkveebedrijf verder uitgebreid van 25 koeien in de beginjaren tot 240 nu. Mijn jongste broer is ook nog werkzaam binnen het bedrijf. Die doet voornamelijk het tractorwerk, maar ook al andere werkzaamheden binnen het bedrijf. De passie voor koeien heeft me altijd heel erg getrokken. Wat dat betreft ook een echte koeienboer. Tractorwerk dat is niet aan mij besteed. Leuk voor een dag, maar dan houdt het helemaal op. En koeien daar, ik werk niet liever als met koeien eigenlijk. Daar kan ik heel mijn passie in kwijt en dat doe ik enorm graag. Goed, met koeien heb je echt een band mee en gewoon elk jaar opnieuw die cyclus van elke koe en van het afkalven tot het insemineren tot het droog zetten. Heel de cyclus elke keer opnieuw afgaan, ja, dat is gewoon ontzettend mooi, zeker als de koeien gezond blijven en goed produceren. De afgelopen 6 jaar heeft gewoon een groot gedeelte van het voer in grondkuilen gezeten. Dat was verre van ideaal, het was altijd smerig, het was altijd een bende. De veestapel is toen wel doorgegroeid door de jaren heen, maar de voeropslag niet. Dat is wel iets, daar hadden we met heel het gezin wel zoiets van, daar moeten we echt iets aan gaan doen. We hebben een paar jaar er flink voor gespaard en momenteel hebben we gewoon er iets heel moois van gerealiseerd, samen met Bosbeton. Toen wij bij Bosbeton met het verhaal aankwamen dat we nieuwe sleufsilo's wouden gaan zetten, hebben wij het plan bij Bosbeton voorgelegd en Bosbeton die heeft er eens kritisch naar gekeken en die kwam met een aantal enorm goede tips. Maar vooral de afwatering met de scheiding van de pershappen en het beperkte aantal waterafvoerputten stond ons erg aan. Dat heeft ons een enorme kostbesparing opgeleverd, plus het is nog goed voor het milieu ook. Nou, over 10 jaar dan hoop ik het bedrijf overgenomen te hebben, eventueel samen met mijn jongste broer. Op het moment omdat we tussen natuur in zitten, is de ontwikkeling die we kunnen doorvoeren zeer beperkt. Ik hoop natuurlijk op een wat soepelere regelgeving en eventueel het bedrijf nog wat verder uitbouwen.